Windows verzamelt graag je gebruiksgegevens. En daarbij is dan ongemerkt je privacy in het geding. Microsoft verzamelt gegevens over je surfgedrag en computergebruik. De mate waarin kun je inperken. Dat kan in Windows 10 via de privacy instellingen. Hoe je de privacy instellingen kunt aanpassen zie je in deze auto Via Start open je de instellingen. Hier kies je privacy. Het is verstandig deze schakelaar Apps reclame ID laten gebruiken om advertenties meer op uw app gebruik in te stellen, op uit te zetten. Hiermee voorkom je dat je gepersonaliseerde advertenties te zien krijgt. Het is overigens niet zo dat je helemaal geen advertenties zult zien. Bij locatie zie je dat de locatie voor het apparaat is ingeschakeld. Zeker als je bijvoorbeeld Google Maps gebruikt, is dat wel makkelijk, bijvoorbeeld bij routebeschrijvingen. Maar het heeft dus ook nadelen. Je bent eenvoudig te traceren. Als je het niet wilt, klik je op de knop en zet je de schakelaar op uit. Je ziet dat hiermee ook de locatieservice wordt uitgeschakeld. Die is bedoeld voor bijvoorbeeld apps en services. Als dit wordt gebruikt, zie je dit pictogram. Ik zet de locatie weer op aan. Als je in het actiecentrum op locatie klikt, zet je, zoals je ziet, de locatieservice aan. We kijken ook nog naar spraak, handschrift en type. Hier kun je spraakdiensten en tekstsuggesties uitschakelen. Je ziet dat je bij uitschakeling Cortana niet meer kunt gebruiken als je dat al doet. En dat de woordenlijst wordt gewist om handschrift- en tekstsuggesties te verbeteren. Maar Windows-spraakerkenning en de systeemwoordenlijst die bij het controleren van spelling wordt gebruikt, blijven wel gewoon werken. Dus uitschakelen kan geen kwaad. Uit de behoorlijk lange lijst kijken we naar feedback en diagnose. Standaard is onder diagnose en gebruiksgegevens volledig geselecteerd. Niet echt nodig. Ik selecteer basis. En dat is wel prettig. Alleen gegevens versturen die nodig zijn om Windows up-to-date en veilig te houden. Deze schakelaar mag ook op uit. Ik vind het niet nodig dat Microsoft mijn diagnostische gegevens gebruikt om meer op mijn voorkeuren afgestemde ervaringen te bieden. Als u op deze manier de privacy-instellingen hanteert, stuurt Windows 10 alleen gegevens naar Microsoft die noodzakelijk zijn voor de werking van het programma. Maar let op bij elke update. Instellingen die je zelf hebt uitgeschakeld kunnen even vrolijk weer op aanstaan. Tot zover deze houdt over privacy-instellingen in Windows 10.